Ja, dames en heren, de wedstrijd Sliedrecht tegen LSC Leerdam is juist afgelopen. Ja, en het was echt een prachtige wedstrijd om te zien, zeker voor een neutrale toeschouwer. Maar de man van de wedstrijd is vandaag toch Mark van Inge, de keeper van LSC Leerdam. Want zeker de eerste helft, Mark, was er een fase. Geweldig hoe jij die ballen eruit rammelde. Ja, dankjewel. Het ging inderdaad heel goed. Ik kan moeilijk zeggen dat ik nog last heb van mijn schouder, want vorige wedstrijd niet meegenomen. Dus ja, geweldige pot voor mij en ook voor het team natuurlijk. Want ja, uiteindelijk met 4 doelpunten, dat verwacht je niet tegen zo'n team. Dus geweldig. Ja. Ja, het was de organisatie, soms jullie goed je verdediging. En daar was jij dan nog het hoofd van. En zeker dat, ja, rond de 20e minuut was het even prijsschieten. Maar toen stond jij er ook, hè? Ja, zeker. Nee, het stond supergoed. Verdediging vorige wedstrijd ook al, toen ik van de zijlijn keek. Dus dat staat gewoon hartstikke goed. En ja, daar moet je het ook van hebben. Je moet de verdediging, je moet het daar uitkrijgen. Als je alles tegenhoudt, dan kom je uit de counter eruit. En ja, zo zie je, dan scoor je er gewoon 3-4 uit de counter. Ja, wij zeggen ook, achterin natuurlijk fantastisch. Maar in de omschakeling hebben jullie ook je mannetjes aan. Even Soest en zo, Bart aan de recht. En dan maakten jullie het keurig af. Ja, ook geweldig. Want het is natuurlijk belangrijk, de eerste 2 doelpunten. Als je die niet maakt, dan ga je het jezelf heel lastig maken, denk ik. En ja, hoe Arwin ook zijn eerste 2 kansen gewoon gelijk erin schiet, dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En ja, dan Michael op het laatste die hem van 40 meter erin schiet, dat ze geweldig afmaken. Ja. Je gaat er lekker van genieten. En wat hebben jullie wel verdiend? En dat had je ook nooit verwacht. 2 gespeeld, 6 punten. Nee, daarom. We hadden er misschien stiekem op gehoopt, maar 3 punten was eigenlijk al genoeg geweest voor 2 wedstrijden. Maar dit is de perfecte start van het seizoen. Oké, Mark, bedankt en succes verder, jongen. Ja, heel bedankt. Ja. Ja, trainer Rob Hubbels van LSC Leerdam. Allereerst hartelijk gefeliciteerd met je 2-4 overwinning. Daar had je zelf ook niet aan gedacht in het begin, denk ik. Nee, nou op zich voor de wedstrijd wel. En we zijn een stuk sterker dan vorig jaar, vind ik. Hè. En zeker in de breedte. We hebben een groep die echt een groep is op dit moment. Keihard voor elkaar werkt. Veel eigen mensen. Hè, wat frisse nieuwe mannen erbij. Die ook wel wat kwaliteit hebben. En dat laten zien. Alleen we zijn op weg om nog meer een ploeg te worden. Om nog meer vastigheden erin te slijpen. Ja, en vandaag spelen we goed georganiseerd. En bracht een aantal mensen echt de extra kwaliteit en deden dat ook. En dat was echt een mooie bijkomer. Ja. Ja, klopt. Je zei zelf al, de organisatie was fantastisch. Achterin geweldig. Zo, met de keeper aan het hoofd van de verdediging, zou ik maar zeggen. Maar dan de omschakeling, waren jullie ook fantastisch en zeer effectief. Ja. Nee, dat heb je ook gezien. En dat is ook wat wij tegen Sliedrecht moeten doen. Hey, ik moet ook zeggen, Sliedrecht een fantastische voetballende ploeg. Die ook in zeer kleine ruimtes de bal goed voor weten te brengen. Met goede voorzetten, goede lopende mensen. We hadden daar in het begin zeker heel veel problemen mee. Ze weten steeds die vrije man te vinden. Dat ging gaande de wedstrijd wel beter. Er stonden we wat meer op de mensen, hadden we het beter staan in die eindfases. Alleen ja, je kan niet voorkomen dat ze toch die kopkansen krijgen. En zo viel ook de 1-1. Klopt. Ja, en dan ook nog even de fase. Ja, je komt met 10 man te staan. Maar ja, dan knokte jij het ook raar uit. Je scoorde zelfs nog. Ja, dan moet je inzakken en dan sta je voor. Ja, en dan sta je 3-1 voor en dan valt die penalty en die valt eigenlijk iets te vroeg. Dan kom je met die rode kaart tijdens die penalty. En dan sta je 3-2 met nog 20 minuten te spelen. Dan zak je in en dan is het super fijn als iemand met zo'n wereldbal een doelpunt maakt. En hij is ook wel iemand die dat kan. En heeft dat op trainingen wel eens laten zien. Ja, en nu viel die bal lekker. Ik geloof dat Arwin het duel won. Dat kwam via Ricardo bij hem. En toen ziet hij wel wat zijn moment. En ja, dat komt hij ook nog in de kruising, geloof ik. En zo over de keeper heen. Ja, het is fantastisch. Echt mooi. Je hebt een goede wedstrijd uitgezocht om te filmen, denk ik, Bas. Ja, zeker weten. Want het was lekker heen en weer met een hoog tempo. En dan is dat mooi om te zien natuurlijk ook. Ja. En ook vond ik, niet dat het gemeen was, maar jullie waren fysiek. Was je Sliedrecht ook de baas gewoon? Jullie gingen er veel beter in. Ja, nee, fysiek, we hebben goed snelheid, fysiek hebben we zeker kwaliteiten. Ik kan alleen maar zeggen dat we dat gedaan hebben wat we kunnen. We hebben 4 keer gescoord. Tegen Sliedrecht die enorm veel kansen kan creëren. Natuurlijk geen grote, want de ruimtes zijn klein, maar wel goede kopkansen, goede momenten voor de goal. Ja, en dan staat, ik denk een keer of 4-5, pak mijn keeper, die pakt fantastische ballen. Gewoon onder de lat vandaan. Ik geloof de eerste helft 3 keer.
En de tweede helft nog twee keer. Ja, en dan schieten zij geloof ik ook nog twee keer op de lat. Ja, en die momenten, ja, dan, als ze daar iets meer geluk hebben, ja, dan wordt het moeilijker. En dat geluk moet je ook een beetje hebben. Daar zeg ik ook altijd een voorbereiding, hebben we het ook wel eens over. Maar dat zegt voor mij ook altijd niks. Dat zou je ook niet veel zeggen. Het is proberen. Je ziet het. Voorbereiding ging niet zwerg. Maar je ziet waar je nu toe weer gedaan hebt. Ja. Nee, dat telt ook niet. Want dan zijn trainers bezig. En trainers die een kleine groep hebben. Gaan zorgen dat het team speelt. Wat waarschijnlijk in de competitie gaat spelen. Proberen daar nog jongens bij te trekken. En trainers die. Dat was voor mij dit seizoen. Vorig jaar was dat anders. Voor mij dit seizoen was het. Ja, mensen zien. Nieuwe mensen zien. Proberen. Dit is geen maat Sliedrecht. Wij hebben tegen EFC gespeeld. Dat is geen maat met Sliedrecht. Dat is gewoon zes niveaus anders in deze competities. En dat weten we al jaren. En EFC verliezen we met 3-0 van. Dat is een tweede klasse. Ja, en die verliezen de eerste competitiewedstrijd met 7-1. Ja, die waren volledig in de flow. En zo zie je het maar in voetbal. En gelukkig is het zo dat we niet weten hoe voetbal loopt. Want dat maakt het ook zo leuk. Ja, het is zo hartstikke leuk. En voor jou ook. Dit weekend 2 gespeeld, 6. Dus ik ken het maar van dromen. Ja, nee, dat had ik ook niet verwacht, Bas. En dromen zijn niet altijd bedrog. Klopt, hij gaat er lekker van genieten. En succes verder in de competitie, Rob. Ja, oké, prima. Jij ook, Bas. Ja, oké. Okay. Ja, trainer Dennis van der Steen. Ja. Dit komt hard aan, denk ik. Dit is heel pijnlijk. Ja, dat klopt. Je liep tegen een goed georganiseerd LSC, maar je kreeg kansen genoeg. Enkel die hadden nog een geweldige keeper staan ook. Nou ja, dat zeker. Kijk, goed georganiseerd. Ja, nee. Zij verdedigden, vond ik. Ik denk niet dat het met organisatie te maken heeft. Ik zie meer dat zij de absolute wil hadden om te winnen. En dat er echt enorm een probleming was. Want ja, als het heel goed georganiseerd zat, dan creëer je ook helemaal geen kansen. Nou ja, ik denk als je de beeld terugkrijgt, hebben we heel veel kansen gecreëerd. Maar volgens mij, ja, het is eigenlijk geen compliment. Want voor mij moet je met elkaar altijd keihard... alles doen met elkaar om die nul of in ieder geval die goal tegen te krijgen. En ik vind dat wij even naar mijn eigen kijken, naar Sliedrecht zijn, dat we dat nog niet goed doen. Dat wij verdedigend, en dat wil ik echt niet zeggen van dat het achterin ligt, maar dat doe je als hele team ook met voorin, op middenveld, dat wij daarin te weinig agressiviteit tonen om die bal te willen veroveren. En als het dat even tegen elkaar weg zit, dus LSC en Sliedrecht, ja, dan vind ik dat LSC dat vandaag fantastisch deed. En dan mag je van elkaar verwachten. Dat doen wij helemaal niet goed. En daar baal ik wel van. Ja, klopt. En op een gegeven moment, niet het gedeelte van de eerste helft. Ja, toen was het even een schiettent op de lat. Maar hij wou er maar gewoon niet in. Dat zit dan ook even niet mee, hè? Nee, maar ik zeg, je dwingt het ook af, hè? Kijk, vorig jaar zaten we in de flow. Toen scoorden wij dat soort ballen gewoon. En dan liepen we uit tot 5-6-0 thuis. En nu zit er toch iets in die kopjes dat het toch even niet lekker loopt. En ik zeg even weer iets spiritueel misschien. Maar als jij ook lichamelijk niet lekker in je vel zit. Hè, en ook even mentaal. Ja, dan zie je ook in één keer dat er allerlei kwaaltjes in je lichaam erboven te komen. En dan kan dat ook in één keer heel bergafwaarts gaan. Ik zeg, je moet altijd in een goede vibe zijn. En ik denk dat bij ons momenteel dat wij niet met elkaar in een goede vibe zijn. Ik zeg, we zijn zeker wel een team. Maar het is gewoon dat er ergens een teleurstelling momenteel is. Dat het niet loopt zoals we graag dat willen dat het loopt. Want er wordt gewoon goed getraind. De wil is er echt enorm. Alleen we vertalen dat niet naar de wedstrijd. En dat is denk ik wat we momenteel een gegeven dat we moeten accepteren. En dat we dat moeten loslaten. En ik denk dat altijd begint. En dat is allemaal van die clichés, hoor, maar zo is het wel, Bas. Dat we de absolute wil hebben om die bal te willen veroveren als we hem niet hebben. Dan moet je de linies goed aan elkaar gesloten hebben. Dan kan dat je terug gaat spelen of dat je vrij gaat spelen. Maar daar moeten we veel meer met elkaar over gaan hebben. Want dat vond ik vandaag matig. Daar zullen we iets op moeten verzinnen. Dus heb ik even zo vlak naar de wedstrijd daar even over aan te denken. Ja, je zei net al, je verliest als team natuurlijk, daar ben ik wel mee eens. Maar ik denk... Achterin, ik heb het vorig seizoen ook wel eens gezien, zonder achterin de schuld helemaal te geven. Maar met Van Stokkom en met Breidel en zo,
vond ik jullie achterhoede toen die tijd wel wat, wat meer geroutineerd, laat ik het zo maar zeggen. Ja, we werden wel eens ook in de kranten de Wol genoemd, gekscherend. Maar voetbal is ook, wat ook onderschat wordt in de voetballerij, is non-verbale communicatie. Ja, voor mij hebben we al in acht verschillende organisaties gespeeld achterin. En door privéomstandigheden, vakanties, blessures, en daar heb natuurlijk elke trainer mee te dealen, ben ik nu genoodzaakt om dat heel veel te gaan wisselen. Terwijl ik dat ook liever wat meer zekerheid wil hebben, dat ik daar wat meer langer met dezelfde spelers kan spelen. Ja, daar hadden we vorig jaar last van. Vorig jaar speelden we eigenlijk altijd met Chris Boom rechtsback, Bas en Gavier centraal en Roy van het Hoog linksback. Dat was eigenlijk de eerste vier die ik op kon schrijven elke wedstrijd en dat liep lekker. Ja, en nu zie je in één keer dat daar gaten vallen, dat mensen uitvallen om diverse redenen. Of mensen hun niveau niet halen, ja, dat is wel heel pijnlijk. Ik moet er ook niet te dramatisch over doen. Daar hebben elke vereniging mee te dealen. Ik moet laten zien als trainer en wij als team dat wij dit ook op gaan lossen. Ja, even het laatste nog even, die 4-2. Ja, ik vroeg me eigenlijk af wat de keeper eigenlijk daar kwam doen. Ja, maar ik denk dat iedereen weet dat hij altijd hoog staat. Maar ik denk als je 2-0 voor staat, Bas, dan gaan dat soort ballen er weer net niet in. Dat bedoel ik net met af te roepen. Dan gaat zo'n bal er ook nog eens een keertje in. Is gebeurd, Matthijs weet dat, maar ik kan het ook niet met Matthijs aanrekenen. Marciano op middenveld, op dat moment leidt hij ook lakoniek balverlies. Waardoor die jongen makkelijk de bal mee kan nemen en zo kan wegschieten, geen druk op. Dus ik vind ook dat we ook een situatie ervoor het verkeerd doen. En als ik hem helemaal terugspoel, maar ja, dat is, is geen excuus, maar dan vlagt mijn... mijn grensrechten voor buitenspel en op dat moment halen we de voordeel uit. Maar ja, dat zal een nieuwe regel zijn. Er is weer een nieuwe situatie, dus laat maar doorgaan. Maar ja, op dat moment heeft Marciano wel balbezit. Maar binnen 3 seconden verliest hij de bal. Ja, is het dan nog onder druk? Is het dan nog een voordeel van de buitenspelregel? Maar ja, dat zijn altijd die leuke regeltjes waar heel Nederland over dood geanalyseerd wordt. Dus, het is zo, we moeten het accepteren van een 4-2 of 3-2. We hebben gewoon verloren. We zullen ons rug moeten rechten. Kei moet trainen maandag weer. Toewerken weer naar volgende week. Want we moeten gewoon weer laten zien dat wij een bepaald niveau kunnen halen. Ook zonder bal. Oké, Dennis, ik wens je veel succes en er is weer wat werk aan de winkel. Ja, daar ben ik voor gestreend. Dus ik heb nog werk. Oké, jongen. Even een biertje en is weer een beetje over. De teleurstelling even wegdrinken. Ja, nou ja, ik ben er niet van het wegdrinken van verdriet, Bas. Ik probeer het altijd wel positief in te zien. Maar we gaan er gewoon eventjes niet dramatisch over doen. En we gaan lekker een drankje pakken. Oké,